Vandaag hier op Curaçao, op de marinebasis Pereira, wordt de eerste Veteranendag op Curaçao georganiseerd. De Veteranenvereniging Curaçao is anderhalf jaar geleden opgericht. En in samenwerking hier met de marine is vandaag hier de Veteranendag georganiseerd. Ik vind het heel goed. Ik ben heel blij dat het georganiseerd is. Want ik denk dat het gewoon belangrijk is voor mensen, voor de veteranen, om een stukje erkenning te krijgen. Maar ook om onderling gewoon de kans te hebben met elkaar te spreken erover. Toch emotioneel. Want toen ik daar stond op Alle Hens, dan gaat toch wat door je heen, wat je allemaal mee hebt gemaakt. Ik ben de enige van die tijd eigenlijk hier. Ja. Toch wel leuk. Toch wel leuk, ja, tuurlijk. Hey, andere veteranen kom je tegen, dus altijd een binding met elkaar natuurlijk. Hè. Oh jongens, krentenbrood, kan je het zo zeggen. Weet je. Dat is gewoon leuk. Het is toch goed om hun te laten zien dus dat we op prijs hebben gesteld wat ze allemaal hebben gedaan voor hun koninkrijk.